U mag weten dat ik hier met een bezwaard gemoed sta. Ik ben ruim 11 jaar actief in de landelijke politiek. En ik moet mij vandaag verantwoorden voor de met afstand grootste fout die ik in mijn gehele carrière heb begaan. Ik heb een gebeurtenis die ik van grote betekenis vind verteld alsof ik ter plekke was, terwijl dat niet het geval was. Dat ik op deze wijze het verhaal met kracht wilde vertellen zonder mijn bron te hoeven vermelden, is overduidelijk een verkeerde keuze geweest. Ik had dat niet moeten doen en dat spijt mij zeer. Voorzitter, het gaat vandaag om de geloofwaardigheid van de minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Die geloofwaardigheid moet boven iedere twijfel verheven zijn. Zowel binnenlands als buitenlands. Alleen zo kan ik zonder terughoudendheid in het buitenland opereren. Alleen zo kan ik de belangen van alle burgers en bedrijven in Nederland, op Aruba, Curaçao en Sint Maarten optimaal en met volle inzet behartigen. En alleen zo kan ik de belangen van het gehele Koninkrijk dienen. Dit heb ik vanaf mijn aantreden met hart en ziel gedaan. Precies zoals ik voornemens was dat de komende jaren te doen. Voorzitter, wij zijn bevoorrecht te leven in een land waar de waarheid belangrijk is. Een land waar een onwaarheid niet wordt weggewuifd, maar leidt tot een debat, leidt tot een moment zoals dit. U kent mij hopelijk als iemand die recht door zee en open is. En op diezelfde manier heb ik gekozen om met deze ongelukkige en geheel door mijzelf veroorzaakte kwestie om te gaan. Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten, zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan Zijne Majesteit de Koning. Ik doe dat met spijt in maat. Maar in de volle overtuiging dat Nederland een minister van Buitenlandse Zaken verdient, die boven elke twijfel verheven is. Die belangrijke taak die hem of haar gegeven is, dat hij of zij die zonder terughoudendheid kan vervullen. Voorzitter, ik heb de afgelopen jaren in vele rollen verantwoordelijkheid mogen dragen voor het bestuur van dit land. En daar ben ik dankbaar voor. En ik heb dat met veel plezier en toewijding gedaan. Ik had graag gezien dat mijn ministerschap anders verlopen was. Ik was vol energie en plannen. En we waren goed, durf ik wel te zeggen, uit de startblokken gekomen. Ik dank een ieder met wie ik de afgelopen maanden heb samengewerkt, ook hier in uw Kamer, voor die samenwerking. En zeker de mensen op het departement van Buitenlandse Zaken. Een uitzonderlijke werkomgeving met zeer toegewijde, capabele en zeer loyale mensen. Een omgeving waar ik met heel veel plezier, maar helaas veel te kort, aan leiding heb mogen geven. Zij waren mij tot grote steun en ik ben ervan overtuigd dat zij dat ook zullen zijn voor mijn opvolger. Rest mij niet anders dan u, uw Kamer en mijn opvolger alle succes toe te wensen. Dank u wel. Ik dank u voor het afleggen van deze verklaring en schors de vergadering voor enkele ogenblikken.